Uh, vergis je niet, het is nog nooit gebeurd dat de bevolking zich zo in de steek gelaten voelde door de eigen regering. Mm. En het gevoel heeft, jullie maken ons niet veilig, jullie kunnen onze veiligheid niet garanderen. Dat is nog nooit eerder uh, gebeurd. En dat in een periode dat die regering net deed of we zijn totaal onkwetsbaar. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus er is een roep om uh, te reageren. Wat Hamas heeft gedaan is ook doelbewust een pogrom organiseren. Dus dan ga je echt... Dring je door tot de ziel van Israël en van alle Joden ter wereld, omdat je iets doet waarvoor eigenlijk de staat Israël is opgericht, namelijk om ervoor te zorgen dat er een veilige plek is voor alle Joden in de wereld, waar ze niet constant het gevaar van pogroms lopen. En ze hebben een pogrom uitgevoerd. Ja. En dus ik begrijp ook wat er in de Israëlische samenleving is aan de hand is, maar ik wil tegelijkertijd aan toevoegen: het vertrouwen in Netanyahu en zijn regering is weg.